Welkom kijkers, goed dat jullie weer kijken. Dit is het deel waar ik in uit ga leggen hoe je je voorwerpen kan conserveren, zodat ze voor altijd mooi blijven en niet meer verder gaan roesten. Hier komt ie. Wat heb je nodig voor conserveren? Dat is een pan met vaccinelichtjes. Ik heb dit proces al een keer eerder gedaan, dus bij mij zijn ze gesmolten. Maar je kan vaccinelichten meerdere keren gebruiken. Dan ziet het er zo uit. Houd het deksel ernaast voor de veiligheid. Mocht het uit de hand lopen, kan je die er gelijk op doen. Gastank. Draai de gaskraan dicht als het fout gaat. Hier nog een emmer voor de spullen na behandeling. Even in af te laten koelen en het vaccinevet eraf te laten drijpen. Dit vet kan je weer hergebruiken. Een thermometer. Wekthermometer kan tot 200 graden. Vaccinelichtjes hebben, het vet daarvan heeft een ontbrandingstemperatuur van tussen de 300 en de 400 graden. Dus met 200 graden zit je veilig. Een tang. Handschoenen, zodat je je handen niet verbrandt. Houd kinderen uit de buurt. En zo doe dit ook in een geventileerde ruimte. Of buiten, net als ik, hier zo. Want dit geeft een hoop stank. Is niet echt fris. Zo, het pannetje achter mij staat lekker op temperatuur te komen. Hier kan je natuurlijk niet bij wegbelopen. Dit moet je in de gaten blijven houden. Ik heb nog een aantal tips. Als jij een grotere ketel hebt en jij gaat bijvoorbeeld een geweer hierin conserveren of een loop van een geweer, zorg echt dat je zeker weet dat er geen water meer in de loop zit, in een holle ruimte bijvoorbeeld, want dan gaat het niet goed komen. Dan heb je kans dat, dat er een kleine uitbarsting of explosie plaatsvindt, waardoor jij onder het hete vet kan komen te zitten. Dus dat wil je niet. Stop hier natuurlijk ook geen levende munitie in. Maar ja, dat lijkt me vanzelfsprekend. Maar ik zeg het er toch maar even bij. Dus neem dat in acht en dan kan je redelijk veilig te werk gaan. Goed. Het heeft er nu lang genoeg in gezeten. Zo'n half uur lang. De temperatuur is inmiddels tot 180 graden gelopen. Voor deze voorwerpen heet genoeg. Ik ga ze er nou uithalen. Handschoen aan. Gebruik een goede tang. Dus niet deze, want dit is eigenlijk een beetje waardeloos. Af laten koelen in het bakje daarnaast. Nou, je ziet hoe heet dat is. Dus tijdje niet aankomen. Nou, terwijl dit staat af te koelen, zal ik jullie wat voorwerpjes laten zien die ik de laatste keer heb geconserveerd. Een hele dikke bomkop. Dus die is mooi behandeld. Een bajonet K98 die ik tijdens metaaldetectie heb gevonden.
Nou, vind ik er mooi uitgekomen. Hier zou je hem nog mee kunnen vastklikken op een op het geweer zelf, maar ja, dan krijg je hem niet meer los, want dit zit toch wel een beetje dichtgebakken allemaal. Maar mooi gelukt. En deze huls ook mooi behandeld. Dus zo komt dat er een beetje uit te zien na afloop. Zo kijkers, dat was hem. Terwijl die andere dingen even afkoelen, gaan wij afsluiten. Ik zal later nog een foto bijvoegen van hoe ze zijn geworden. Vonden jullie dit een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Abonneer. Zo blijf je gratis op de hoogte van mijn nieuwe avonturen.